De Nederlandse capitulatie was een feit. Maar wat weinig mensen weten, is dat Zeeland buiten de capitulatievoorwaarden viel. In Zeeland werd doorgevochten, met name door Franse troepen. De verovering van Zeeland was een taak die toebedeeld werd aan de SS-standarte Duitsland. En de soldaten op deze foto speurden hier naar mijnen. Onder de manschappen vielen ongelooflijk veel slachtoffers vanwege die mijnen. Grote stukken van Zeeland waren onder water gezet, dus de Duitsers konden niet anders dan alleen maar over die smalle dijkjes. Uiteindelijk moest ook Zeeland aan de Duitsers worden overgelaten.